Dames en heren, welkom terug bij E-Divisie. Mijn naam is René Treur en ik mag live verslag gaan doen van speelronde 33. FC Groningen tegen PSV, dus Absalom Warkor tegen Romo Abdi. Het fluitsignaal is gehoord. We hebben vandaag een kraker in de E-divisie, speelronde 33. Het is PSV tegen FC Groningen. Met andere woorden, Romo Abdi tegen Absalom Warkor. Succes, jong. Succes, mannen. De resultaten van vorige week waren gemixt. Voor Romo Abdi een waanzinnige pot tegen Dani Hagebeuk van Ajax. Die ter nauwe nood verloren ging door een doelpunt weer in de laatste minuut van Hagebeuk. En hij stond tot tweemaal toe voor. 1-0 in de eerste helft. En hij maakte in de ongeveer 67ste minuut, als ik het me goed herinner, de 2-1. Dus toen weer een voorsprong voor Abdi. Hij kon hem niet over de streep trekken. Want echt, na de 80ste minuut nog 2 doelpunten voor Hagebeuk. Het is waanzinnig. Het was een ontknoping van je welste. Als je die pot niet hebt gezien, check hem. Op YouTube staat hij inmiddels. Dus kijk dat zeker even terug. Het was niet normaal hoe spannend. Voor Absalom Warkor was het een iets ander verhaal. Die speelde 1-1 tegen ADO Den Haag recent. Won 2-1 van PEC Zwolle. En 1-0 van de Go Ahead Eagles ook. En wauw. Go Ahead Eagles staat op 1-0 daar tegen Ajax, zo te horen. Want Ian Terschuur gaat compleet uit zijn dak. Hij speelt op dit moment tegen Dani Hagebeuk in dezezelfde speelronde. En nou, ik denk dat de hele studio het weet. Ach, die bal uittrappen. Heel firma Enderbol is zich terug. Bewust van het feit dat Ian Terschuur op voorsprong staat tegen Dani Hagebeuk. Maar hier, nu, de focus. Want Romo Abdi, zoals gezegd, tegen Ajax een zuur resultaat. Speelde wel de week daarvoor 0-0 tegen Mitchell Denkers van ADO Den Haag. Dus hij zet goede resultaten neer tegen absolute topploegen, absolute top FIFA-spelers. En staat inmiddels daardoor helaas wel op de 16e plaats door dat verlies tegen Ajax. Daarvoor stond hij 15e. Absalom Warkor doet het precies andersom. Die stond op een 9e plaats 2 weken geleden en sinds vorige week 8e. Dankzij zijn goede resultaten recent. Absalom natuurlijk een bekende naam uit de FIFA-scene. Al Nederlands kampioen in 2010 en 2011 heeft in Zuid-Korea toernooien gespeeld. Hij werd de tweede op het NK in 2012, als ik me niet vergis, en derde in 2013. Dus altijd was hij erbij in de latere fases van toernooien. Heeft dit seizoen een rentree gemaakt na een aantal jaren zonder FIFA, zonder competitief FIFA in ieder geval. En hij doet het iets minder dan verwacht, maar komt de laatste tijd aardig in de groove. En dat is hier ook te zien, een goede combinatie. In het strafschopgebied nu van Romo Abdi. Een strijd tussen twee veteranen. Absalom al 28 jaar oud, inwoner van Groningen. Hij neemt het op tegen de Nijmegenaar van 27 jaar oud, Romo Abdi. We kennen allemaal het verhaal van hun selectie. Oh, kijk eens wat een heerlijke manoeuvre is van Absalom Warkor. En die dwingt hier de eerste corner af. FC Groningen mag aanleggen voor de hoekschop. Die wordt meteen hoog het strafgebied ingepompt. Ingekopt vanuit een moeilijke hoek. En dan in het zijn het aan de verkeerde kant. Betekent een doeltrap. De combinaties van Abdi komen nog niet goed uit de verf. In tegenstelling tot vorige week tegen Ajax. Toen hij meerdere malen al in het begin van de wedstrijd over de middenlijn kwam en dreigend was. En ook al op 1-0 kwam vroeg in de wedstrijd. Hij was erop gebrand een goed resultaat neer te zetten. Hopen dat dat niet nog steeds in zijn hoofd doorspeelt. Oh man. Dat verliezen. Oeh, de eindpaas niet goed van Absalom Warkor, maar behoudt wel balbezit. Hij is daar zeer gretig. En afstandsschot net buiten de 16. Die zit erin en dat is N'Golo Kante die je maakt. De kleine balafpakker van Chelsea. Die vorig seizoen de katalist was tot het succes van Leicester City. Samen met natuurlijk Mahrez, Vardy. En de ijzersterke verdediging onder leiding van Robert Huth. Maar nu voor Chelsea lijkt hij het weer te gaan doen. Ook zij gaan landskampioen worden. En ook zij hebben veel aan de kilometervreter op het middenveld. De kleine ijzervreter.
uit Frankrijk. En Absalom Warkor op weg naar meer. Die zit natuurlijk heerlijk in de flow. Stijgende lijn te pakken. Die heeft op een zeker moment op hun 13e plaats gestaan. Kruipt langzamerhand steeds verder naar boven. En hier een slorrigheidje van Romal Abdi. Die toch minder goed uit de verf komt dan de vorige wedstrijd. Toen hij Hagebeuk het vuur aan de schenen legde. Oeh, een hele goede combinatie. En net te ver voor zich uitgespeeld, waardoor de keeper kan oprapen. Twee elftallen die zeer aan elkaar gewaagd zijn. U ziet, ze hebben allebei Alaba linksback en Boateng centraal. Ze hebben allebei Neuer op doel. En dan komt er een verschilletje. Chris Smalling staat bij PSV rechts centraal achterin. En we hebben daar de legend Ferdinand voor Absalom Warkor. En u hoort het alweer, de legends zijn terug. Met andere woorden, we zijn weer geswitcht naar Xbox. De laatste twee speelronden zal op de Xbox worden afgewerkt. En we gaan dan weer legendes zien zoals Rui Costa, die in de PSV-basis staat op het middenveld. De Portugese legende die samen met Figo zulke hoogtepunten beleefde. En dan Paulo Dybala is erin gebracht bij FC Groningen, al vroeg in de wedstrijd. Costa is er inmiddels afgehaald voor Raja Nainggolan, de ninja. De man van België en AS Roma. Kijk eens. Er is weer gescoord bij Ajax Go Ahead Eagles. Het staat daar 1-1 inmiddels. Hier ter Schuur die dat bijzonder jammer vindt. Want ook hij is erop gebrand om Dani Hagebeuk te slaan. Het lijkt wel alsof Dani het beste in zijn tegenstanders naar boven haalt. Inmiddels 33 minuten gespeeld, nog 10 minuutjes tot de rust. Absalom Warkor 1-0 voor en met een duidelijk overwicht. Want hij creëert meer kansen dan Romal Abdi op dit moment. Even kijken of hij het nog meer kan omzetten in doelpunten. Goede combinatie. Hier Bale op de rechterflank, maar die gaat zijn snelheid niet benutten. Die zoekt de combinatie. Vidal Suarez, een speler die Absalom bewondert. Gaat hier door het poortje van Boateng, maar komt daar niet meer aan de bal. Iets te mooi geprobeerd wellicht. Neymar helemaal achterin. PSV is met alle hands aan dek terug en komt gewoon niet goed in het spel. En dan FC Groningen, dat ook slordig is hoor. Loopt gewoon achter over de achterlijn met Neymar. En we zien vandaag Luis Suarez terug in het FC Groningen shirt. Waar hij ooit zijn carrière in Nederland begon. Prachtig om te zien. Nog zo'n 5 minuten tot de rust. Vooralsnog nog steeds 1-0 voor FC Groningen. En geen grote kansen meer geweest in de laatste 10 minuten. Man, dit werkt gewoon niet. En duidelijk vindt Abdi de PlayStation lekkerder speler dan de Xbox. Want op dit moment loopt het niet. Het bood het niet tussen hem en de controle. Hier dan wel. Goede steekpaas. Kan hem net niet belopen. Die verdediging zit er goed bij. Het is ondertussen relatief stil bij mijn collega Koen Weiland. Die Mitchell Denkers van ADO Den Haag begeleidt tegen Brian Hessing van Heracles Almelo. En als daar gescoord wordt, dan zul je Koen Weiland ook wel horen. Die kan ook lekker uit zijn dak gaan. Vooralsnog blijft het bij de doelpunten bij Ajax, Go Ahead Eagles en Groningen PSV. Eindelijk wat langer balbezit voor Romal Abdi zo net voor rust. Niet dat dat tot een kans leidt vooralsnog. We gaan de tweede helft in met een paar wijzigingen zo te zien. Gaat Modric eraf gehaald worden? Is toch een van de sterspelers. Maar er moet iets veranderen en dat weet ook Abdi. De tweede helft is begonnen. Nog altijd 1-0 voor FC Groningen. FC Groningen nu ook in balbezit. Modric en Messi zijn van plaats gewisseld in het PSV-elftal. Ah, wat is dit voor bal? Maar verder is daar Eto'o ingekomen. Kijk eens, heerlijke passing. Neymar op de linkerflank. Kan die zijn man voorbij komen? Dat probeert hij wel, maar Kyle Walker zit daar goed tussen. De rechtsback van Tottenham Hotspur.
die een grote rol vervult in dit Eredivisie seizoen. Hij wordt door veel spelers gekozen. Een van de beste rechtsbacks van de game. Voor Alaba valt datzelfde te zeggen als linkervleugelverdediger. Die is met spectaculaire afstand de nummer 1. Focus gek, kom aan. De combinaties van Absalom komen ook niet meer helemaal uit de verf. Marco die duidelijk niet tevreden is met het begin van zijn tweede helft. Goede combinaties hier van Roman Abdi. Zijn tactische wisselingen hebben al een vruchten afgeworpen. Want hij komt veel beter in het spel. Komt er veel meer in voor en komt veel meer over de middenlijn vooral. Combinaties achterin. Laat de tegenstander weer komen. Wacht tot iedereen bij de middenlijn is om te zorgen dat er ruimte valt daar achter de verdediging. En die gaat hij dan nu proberen te benutten. Met Ronaldo op de linkerflank. Probeert Neymar te bereiken. Wordt goed afgeschermd. Dan is het via Raja Nainggolan naar Lionel Messi. Die tikt hem rustig terug. Combinaties met Arturo Vidal. Messi nu inspelen op Ronaldo. Heel goed doorgetikt. En het wordt steeds beter in het kamp van PSV. Dan nu ruimte voor een schot. En dat gaat net voorlangs. Aan de verkeerde kant van de paal. Maar een hele sterke aanval van Roman Abdi eindelijk. PSV dat steeds beter in de groove begint te raken. En dan is Absalom Barkor gewaarschuwd. Die zo goed begon aan deze wedstrijd. Die zo'n overwicht had in de eerste helft. Maar de tweede helft moet hij weer naar zich terugtrekken. Wil hij deze pot winnend gaan afsluiten. Hier probeert hij dat dan met een boogballetje richting zijn voorwaarts. En niet bereikt. En dan PSV weer in balbezit. Roman Abdi die wat rustiger is inmiddels. Die dan probeert een goede steekpaas te lanceren. Dat gaat niet gebeuren. Goede combinaties hier rond het middenveld. FC Groningen komt weer wat verder over de middenlijn. Maar slordig nu met de bal. Verliest hem dan. En dan is het PSV dat net zo slordig is eigenlijk. Waardoor Groningen blijft drukken op de helft van zijn tegenstander. Warkor aan de rechterzijde. Met Kyle Walker opstomend met die rechtsback. Dat proberen hoog voor te geven. Nee, via Kante komt hij terug bij Walker. En loopt hem over de zijlijn. De vermoeidheid slaat toe. Zowel bij de spelers achter de knoppen als de spelers op de digitale grasmat. En dan gaat er weer wat gebeuren in het PSV-kamp. De wijzigingen van daarnet hadden hun beoogde effect wel voor mijn gevoel. Maar er gaat toch nog een beetje geschoven worden. Eto'o, diepe spits, Ronaldo en Messi daarachter. Neymar, Vidal en Nainggolan op middenveld. Of komt er een wissel? Warkor vindt het wel goed. Die houdt zijn basis zoals die staat. En die hoopt op nog een bevlieging. Om de wedstrijd te beslissen. Inworp Abdi. Over de hele met de crosspaas. Goed de ruimte gezocht. Kyle Walker. Bij beide spelers in de basis. Smalling. In tegenstelling tot hem. Die staat alleen in het PSV-shirt. Bij Rio Ferdinand. Als centerback voor Groningen. Ronaldo op Neymar. Heel goed gecombineerd door Roman Abdi. PSV nu gevaarlijk in het strafgebied. Hoge voorzet. Geen kopkans. Want die sterke Boateng die zit ertussen. Boateng versus Messi. Waar heb ik dat eerder gezien? Toen liep het anders af. Kijk eens, Neymar. Prachtige bewegingen. Twee man voorbij. Speelt in op Dybala. Oh, Paulo Dybala. De jongeling van Juventus. Kan de trekker niet overhalen. Zoals hij dat zo vaak heeft gedaan dit seizoen in het echt. What the Ja, inderdaad. Messi wordt van de bal gelopen door de verdediger. Dat op snelheid of fysiek. Dat zie je ook niet vaak gebeuren. Oh, Neymar die zomaar twee man voorbij loopt op snelheid. Gelukkig daar voor Abdi heeft hij Smalling nog in de buurt waarmee hij hem kan aftroeven. En dan een goede schietkans voor Paulo Dybala als hij zijn timing goed kiest. En dat doet hij zeker waanzinnig lekker afgemaakt door Absalom Barkor. Via de onderkant van de lat in de lange hoek. En de keeper geslagen. Dat was wel een lekkere goal hoor. Oei oei oei. Dat kan wel eens de beslissing zijn met nog maar een kwartier te spelen. Kijk eens even hoe die in de kruising vliegt. Komt bijna niet verder in de hoek. Onderkant lat. Doe je als keeper helemaal niks aan. En dan begon het toch met die goede actie van Messi. Die twee man loste. En een lekkere combinatie van Warkor. Hier Abdi dan weer.
op zoek naar zijn voorwaartsen. Abdi die de tweede seizoenshelft steeds beter in vorm raakt. Helaas voor hem weinig punten beloond de afgelopen twee speeldagen. Aangezien hij Ajax en ADO Den Haag tegenkwam. Allebei top 5 spelers en in het geval van Ajax zelfs kampioen inmiddels. Hagenbeuk die 3 speelrondes geleden tegen Heerenveen won met 4-0 en zich zo tot kampioen kroonde van de Eredivisie. Mede natuurlijk door Aristot Ndunu die 1-0 won van Brian Hessing van Heracles Almelo. Aardige combinaties op het middenveld. Langdurig balbezit voor Warkor. Die wil de wedstrijd rustig uittikken. En die gaat zelfs nog op zoek hier naar meer. Dat gaat hij niet krijgen, want Abdi zit er goed tussen. En die gaat nu met de magische Messi op zoek naar de aansluitingstreffer. En die moet snel komen hoor. Want de tijd begint te dringen. En een heerlijke combinatie dan. Schakelend van flank. Neymar richting Langehoek. Heerlijk erin via de binnenkant van de paal. Ook dit is een ultiem doelpunt. Die echt niet te houden is voor welke keeper dan ook. Buffon, Neuer, Courtois of De Gea, maakt niet uit wie je daar neerzet. Allemaal zouden ze het niet hebben tegengehouden. En de Neuer, Manuel Neuer, kan dat ook niet. Heerlijke combinatie van Roman Abdi die het spel verschoven van de rechterflank naar links. Dan de opening ziet voor een steekpaas. Voorzet zou je misschien verwachten, maar hij kruipt naar binnen met Neymar en hij peert hem in de lange hoek. Met buitenkantje rechts. Bijzonder mooi gedaan. Maar hier, Warkor op zoek naar de beslissing. Op zoek naar de 3-1. Gaat hij die maken? Hij is met Neymar op zoek naar de cornervlag. Of wellicht de hoge voorzet. Nee, tikje terug. Hij moet even getemporiseerd worden. En dan is, dan is het gespeeld, zo lijkt het. De overwinning is daar voor FC Groningen. 2-1. Wederom een goed spel van Roman Abdi, wederom niet beloond. Het duurt gewoon allemaal veel te lang hier, man, amateur.